Kiet. Zijn eerste bal is niet geweldig. Mol. Heuvelaat veel te veel ruimte. En Aurelien Joachim profiteert ervan om te schieten. Ja, natuurlijk moet je niet zo wijken. Even goed vastzetten, want ze vinden niet meteen een oplossing om uit te voetballen van achteruit. Lange bal van Kita nog maar een keer, maar Henri raakte daar niet bij. Ze zijn er ongeveer al 6000 hoor, ondertussen. Koons, innovatie. Het is een inswinger en Kiet heeft een klem vast. Gaba probeert alweer niet lukt. Klaas met alle tijd van de wereld. En Kiet. Couturier zag hem over zijn hoofd vliegen. Kiet had de baan van de bal het best ingeschat. Mercier. Poging om hem mee te geven met Joachim. Kiet. Alweer een verre bal trappen. Maar die raakt er niet bij. Voorlopig voetbalt Leuven evenveel achter als vooruit. Merci. Schuift Jordanov in. En worden ze weggespeeld bij Leuven. Jordanov. Een tikje van Lazar onvoldoende om Kiet te verontrusten. Een lekkere actie toch weer van Vitton. Stuurmans. Die meten maar over 20-30, waardoor ze meteen het middenveld konden overslaan. Ze durfden ook toen inspelen, maar nu zijn die openingen er niet. Ngawa. Ja, Mercier onder druk. Kiet moet komen. Die heeft er een harde trap tegen. En altijd op links bij, gaat zelf trappen. En Kiet moet eruit. Het schot half geblokt. Ja, ik weet het niet. Ik zou, als ik Vince Heuvraar was, toch eens denken om de posities te gaan nemen. En Maartens loopt daar een beetje te zwemmen. Moet overal gaan bijspringen. Maar komt vaak te laat, te kort. Mercier. Guimond. Weer niemand allemaal met de kerstmuts op. STTS. Moeilijk. Naar de linkerkant. Doet dat pas in tweede instantie. Met nog eerst een dribbeltje doen. Silla. En een mooie zweefsprong van Kiet. Henri. Leuven. Ze moeten helemaal van achteruit herbeginnen. Allemaal veel te makkelijk. Stuurmans kopt hem in de voeten van Lazar. Die denkt, buitenkantje rechts. En ik draai hem in de verste hoek. Maar de bal belandt bijna aan de kop. Maar er nog weinig richting aan geven. En bal in de handen van Maurice. Hier de trekfout van Glenn Klaas. Dan was het al afgefloten. Redelijk centraal. En dat wordt een bal voor Darren Kiet van doelman naar doelman.
Vuitton Strand aan de rechterkant. Schuurmans, moet toch oppassen. Uiteindelijk bij Arnie, lukt niet. Dan durft dat niet. Nou, dan krijgt hij de bal gewoon terug van Kiet. Kom aan, kom maar op. Doet Keita teken. Dat moet hij ook doen. Keita. Gekopt door De Plus. Sila. Hij raakt hem uit het stadion. Gelukkig naast hem. Het voetballen van achteruit is wel oké. Maar het is 3-3. Dan moet er hoger op het veld een man vrij zijn. Maar waar is die dan bij Leuven? Dat zie je niet. Kan hij terug naar de doelman? Moet nu toch. En Kiet meteen onder druk. Aguimon kan hem verlengen. Die bal voor. Nee. Geen overtreding van Schuurmans. Moet hij ook niet wegstoppen natuurlijk. Dus moet hij wachten. En een bombe ook. Of die bal nog een keer buiten is of zo. Op de plek van Mercier. Chimanga reageerde laat, maar met zijn snelheid was hij toch nog eerst op de bal. La Pousset. François vindt Klein Klaas. Zoekt nog een afspeelpunt. Gaat zelf trappen. Bal werkt af. En gaat erin. En Vuitton op voorsprong. Het is 0-1. Aurélien Joachim wordt daar gefeliciteerd. En je kan niet zeggen dat het onverdiend is. 20 minuten ver in de tweede helft. Eerste goal van Vuitton tegen OHL dit seizoen. Meteen ook een wissel. Aurélien Joachim mag het meteen gaan rusten. Zoals Guillaume François er doorheen liep. Maar geen vervolg. Voetbal is tenslotte een loopsport. En bij Leuven mogen ze wat dat betreft echt wel een... Leuvense supporters beginnen amour te roepen. Benieuwd of dat die na januari nog in Vuitton voetbalt. Ook maar weer proberen op te bouwen van achteruit. Een minuut of 20. Daarin zijn rug vrij. Couturier. Klaas kan nog eens trappen. En Kiet moet redding brengen. Hij maakt zich serieus boos op. Dus je koopt Aguimon. Dan een poging zowaar van Silla met zijn rechterbeen. Waait helemaal naar de cornervlag, maar daar stond de kont nog. En mee. Want die hem aanvalt. En dan de trap. Van Glenn Klaas alweer. Bal op de lat. Dit keer mag je dat zeggen. Schot van op zo'n 25 meter.
gaat zien dat hij terecht een basisplaats heeft gekregen op zijn plaats. Dus dan is het een duwfout op hem. Ik kan de bal niet meer binnenhouden. Ook een beetje last heb ik de indruk. Van de manier van lopen te zien. Verbij. Is goed afgelegd. Rijntje hoger dan hij gewend is. 4 minuten. En de toegevoegde tijd. De plus. Ja. Verbij. Goeie aanname. Weggehaald Lecomte. En dan zijn ze met 2 van Vilton. Kiet, wat gaat hij doen? Koppen. Nou ja, waarom niet? En Klaas probeert die bal meteen voorin te krijgen. Wegleiden van Lapoussin. Zo de bal bij Kiet. Nog eens naar voren. Vindt Lapoussin. En die is nog altijd niet moe. Kan nu lekker meegeven daarvoor Guillaume François. Het doel is leeg. En hij heeft nog 2 man mee. En wie kiest die? In 2 tijden krijgt Trupel hem binnen. En het is 0-2. En is de zege een feit. In het slot van de toegevoegde tijd beslist Dave Trupel de partij definitief 0-2. En de zege voor Vilton. Voor Trupel nummer 3. Ook wel een nabeur nog nodig, maar niet erg. De bal ging tegen de netten.